Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Hyrule Warriors. De game die zich 100 jaar voor Breath of the Wild afspeelde. Vandaag gaan we naar de Berg des Doods. We gaan naar Daruk. En dat doen we met Link en met Zelda. Wij twee gaan lekker op stap naar freaking Daruk. De Gorons die wonen in Goronstad op de flank van de Berg des Doods. De leden van dit vulkanische volk hebben enorme lichamen die zo hard zijn als steen. Daruk, de held van de Gorons, wiens beschermkracht weerstand biedt aan zelfs de sterkste aanvallen, is aangewezen als bestuurder van de titaan Fa'Rudanya. De prinses en haar gevolg reizen af naar Goronstad in de hoop dat Daruk zijn medewerking wil verlenen. Let's go! Deze cinematics, ik vind dit echt geweldig. Daar is Daruk! Je zult snel merken dat ik een oprecht verzoek nooit afwijs. Ik ben van de partij. Hey, standvastige Goron Daruk is er hoor. Daar is die, wat een baas. Er is één probleempje. Wat is dat probleem dan? Fa'Rudanya is moment moeilijk te bereiken. Maar hij is helemaal bovenaan deze berg. Er zijn veel monsters. Ja, deze berg die kennen we uit Breath of the Wild natuurlijk. Alleen de dapperste gaan er naar boven. Ik wilde net zeggen, Daruk. Oh, fantastisch. Fantastisch. Daar gaan we! Pak ze! Lekker, Linky! Hoppakee. Even je slag opladen misschien. Oh, Moblins die zijn de Zuidmijn binnengevallen. We moeten dus naar de Zuidmijn. En dat is letterlijk hier rechtdoor. Ik wil eigenlijk lekker een bommetje gooien ergens op. Ik vind dat altijd wel lachen. Hier, bommetjes! Haha! Kijk. Dat is lekker, dat is lekker. Die zijn gelijk allemaal weg. Oh, kijk hier. Hier, Gorons. Hoppakee. We helpen die Gorons wel even hoor. Maar we moeten eigenlijk hier en dan deze kant op. En eigenlijk moeten we hier naartoe. Want hier is dus een Moblin. En die moeten we dus eventjes zien te nakken. We kunnen zijn wapen blijkbaar oppakken met Magnesis. Ah, ik heb net de verkeerde denk ik gepakt. Ah, jammer, jammer, jammer. Auw, ik probeerde net te ontwijken, maar dat lukte niet. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes, we pakken hem. We pakken hem. Hoppakee. Lekker. En hij is bijna kapot. En deze Moblin is kapot. Hatsenflats, geen probleem. En dan moeten we even hier naartoe. Hier is nog een Moblinnetje. Pakken! Lekker. Oké, dit is gelukt. De Moblins zijn down. Ik ga even wisselen naar Zelda. Daruk zegt, zijn er nog meer? Prima, laten we ons opdelen en de monsters terugdrijven. Er is een nieuw doel ingesteld. Oké, Link. Ik ga jou een bevel geven, Link. Jij mag naar deze. Dan mag Daruk naar deze. En dan pak ik met Zelda de middelste. Ik denk, nee, we moeten niet hier naartoe. We moeten hier naartoe. Gewoon lekker langs al die vijanden lopen. Laat me lekker zitten, Zelda. Heel goed. Zelda is eigenlijk net één level te laag voor dit. Oké, maar weet je wat? We gaan dit gewoon doen met Zelda. Hoppakee. Lekker. Kijk er helemaal los gaan, joh. Kijk al deze moves dan. Hoppakee. Super nice. Oké, nu ben ik alleen wel geraakt. Ik zou hem misschien wel stil kunnen zetten. Kijk, top. Stop, top, top, top. Lekker. Heel goed. Heel goed. We gaan bommen gooien. Ik heb alleen de bommen... Oké, ik heb de bommen wel goed gemikt. Oh, daar is nog... Wat? Huh? Oh, ik weet even niet wat ik deed. Dat was een avond, die heb ik nog nooit gedaan. Wat vet. Oh, dit is de bommenmode van Zelda. Super sick. Jij irritantje, hier, deze voor jou. Nice. Nice. Links en na is elektrostaf. Ik denk hier ergens. Volgens mij heb ik hem al. Ik heb hem al, hè? Ik heb hem al. Lekker. Oké, laten we naar het punt gaan waar ik naartoe moet. Dat is namelijk deze kant op. En dan strakjes linksaf. Ja, wij gaan omhoog op de vulkaan. Hier moeten wij naartoe. En dan moeten we hier naar boven. Of zijn we er? Nee, we zijn er nog niet. We moeten hier nog verder naar boven. Ja, kijk hier. En dan hier naartoe. Dit is het kamp dat we moeten veroveren, denk ik. Ja, ja. En dat is bij deze gast. Hoppakee, lightning strike, alles. Lekker bezig, Zelda. Lekker bezig, ontwijken maar. Hey, bommetjes gooien. Hoppakee. Boom, 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 boom. Dit is zo grappig. Zelda, die gaat wel echt los, jongen. Zelda kan echt goed vechten in deze game. Holy moly. Oké, Chica signaal geven. Ik weet niet zo goed wat daar
ja, wat er dan precies gebeurt, maar... Ik heb wel 100 KO's, dus weet je, dit gaat wel helemaal prima. Ik nak ze gewoon al helemaal kapot. Hoppakee, daar gaan we. Daar gaan we. Maak ze kapot. Hoppakee. En juist, lekker hoor. Lekker gedaan, Zelda. Oké, nu moeten we de andere twee kampen nog even zien te veroveren. Dan ga ik van vechten wisselen. En dan laat ik Zelda, denk ik, alvast naar Daruk toe gaan. Ja, helemaal top. Link was er nog niet eens, joh. Holy moly, man. Zelda is al lang klaar en jij bent er nog niet eens, Link. Kijk deze berg, jongen. Oh, kijk al dit lava hier. Het is hier echt knijtertje warm. In Breath of the Wild ga je dood als je deze outfit aan hebt, hè. Dat ga je dan niet redden op die berg. Oké, we zijn er bijna. Dit is het kampje wat we over moeten nemen. Hier aan de linkerkant. Let's go, Linky. Let's freaking go. Jij kan dit. Oh, ja. Ja, lekker. Nice. Zullen we even bommen gaan gooien? Hoppakee. En ontwijken die handel. Ontwijken die handel. Had ik hem ontweken? Volgens mij heeft hij me net geraakt. Jij bastard. Jij freaking bastard. Hier, schiet hem kapot. Oh, oh, hij heeft weer de vuurwapen. Let's go. Hoppakee. Ja, oké. Okay. Hij is bijna kapot. Hij is bijna kapot. We moeten nog een klein beetje. Eerst maar eens even bommetjes gooien. Hoppakee. Altijd leuk, die bommetjes. Kijk, nu is hij verdoofd. We kunnen nu een zwakte plekken aanval doen. En dan gaat hij. Hoppakee. En Link heeft ook dit kampje veroverd. Heerlijk, Linky. Heerlijk. Daruk zegt netjes. Je bent sterker dan het lijkt. Hey, maar wij zijn gewoon een goed team, Daruk. Wij zijn een goed team. Wij kunnen dit. Ik weet niet hoe het bij jou staat, Daruk. Ben je ondertussen al aangekomen bij je punt? Dan kan Link hier ook naartoe komen, terwijl Zelda er ook echt bijna is. Ik kan met ZR magma activeren. Kijk dan, holy crap, dat zag er echt cool uit. Kijk dan, hoppa. Zelda is er ook. Hier, bommetje erbovenop. Lekker. En kapot maken die handel. Oh, hij kan ook zo rollen. Dat is super sick. Kijk dan. Oh. Auw, dat deed pijn. Wacht, we gaan even rollen op alle andere tegenstanders. Oh, dat werkt niet zo. Oké, dat is een soort van beschermingsmechanisme wat Daruk dan heeft. Hoppa! Derde Moblin is down. Wat willen jullie allemaal? Willen jullie allemaal kapot? Geen probleem hoor. Zoals mijn moeder altijd zou zeggen. Sloop jullie de moeder. Mag je alleen zeggen als je moeder het ook zegt. Oh, ondertussen moeten we terug naar de plek waar Link is. Dus ik ga even switchen naar Link. En dan krijgen de anderen de commando om naar mij toe te komen. Dat is echt letterlijk helemaal aan de andere kant van de map. Go Linky, gaan we lekker zweven. Best wel cool dat het zweefsel ook hierin zit. We moeten nu hier naartoe. Oh, wat zijn dit nou? Een soort van vuurrotsen. Oké, okay, maar dat ging best wel makkelijk. Kijk, ze staan daar al op ons te wachten. Wat is dit? Waar komen we nu aan? Hmm. Oh nee, het is een vuurgolem, sowieso. Ja hoor, ja hoor, het beweegt. Het staat op. Hoe gaan we deze verslaan dan? Gaan we bommetjes gooien? Daar is hij eindelijk, een grote. Helaas kan ik je niet zomaar je gang laten gaan in Goronstad, zegt Daruk. Ja, maar Daruk die is er nog lang niet, joh. Oké, okay, ik ga eerst eens even proberen met bommetjes. Dit ging redelijk, denk ik. Ik heb geen idee of ik hem ondertussen pijn doe. Ik kan wel gewoon met deze knop even een super aanval op zijn bakken gooien. Kijk, dat is altijd lekker namelijk. Ja, dit gaat wel lekker hoor. Kijk, hoppakee. Wat pijltjes schieten op hem. Oh, ik kan ondertussen nu hakken, want ik heb hem dus... Oh, ik kan hem bereiden. Serieus? Ik kan hem bereiden. Ik kan gewoon op zijn bovenkant... Hoppakee. Maak hem kapot. Sla keihard op dat ding. Nice. Dit ging hard. Dit ging super hard. Het is weer tijd voor bommetjes, denk ik. Ik weet alleen niet of het slim is om heel dichtbij hem te komen. Want dan... Kijk, dat bedoel ik. Dat is denk ik niet echt het handigste. Eigenlijk moet ik die bommen bovenop nog gooien, heb ik het idee. Kijk, zijn zwaktepunt zit natuurlijk boven, hè. Oh, hij gaat gekke shit doen. Maar nu ligt hij wel hier op de grond. Ja, nu ligt hij hier op de grond. En we kunnen een zwakteplekkenaanval doen. Ja, steek je zwaard daar maar in, Link. Lekker. Lekker. Oeh, hij is echt heel bijna down. Heel bijna. Hij heeft denk ik nog twee klappen nodig of zo. Lekker Linky. Ja! We hebben hem. Woehoe! Nice. Bye bye. En Daruk zegt, is het je gelukt? Ben je eindelijk klaar om de berg te beklimmen? Zeker wel, vriend. Zeker wel. Oh, we gaan nu naar Varudanya. Dat vind ik echt heel cool. Daruk zegt, oh, de warm waterbronnen, die zullen ons goed doen. Het is nog ver, dus zullen we er even instappen? Ja, dat lijkt me chill. Maar ik wacht nog op jullie, jongens.
Waar zijn jullie dan? Kijk, hiermee heal je jezelf. Dat is wel heel relaxed. Kijk, de Roekti kan zichzelf trouwens beschermen. Hè? Die doet dan ZL. En dan heeft hij geen last van al die lava die hier om zijn oren vliegt. Ik denk, ik stuur hem zelf maar even naar Link toe. Dat is wat sneller, denk ik. Rollen! Rollade is er niks bij, jongens. Hey, Link. Link, wat doe je? Kom je gewoon nu naar mij toe, Link? Was dat je plan? Mag hoor. Vind ik ook helemaal goed. Kunnen we samen deze chappie verslaan? Of we kunnen gewoon doorgaan? Kom maar, we gaan gewoon door. Oké, Zelda is er nu ook weer bij. Die twee mannen zijn gewoon doorgelopen natuurlijk. Ja. En Daruk, die is er al, hé. Die is er al. Die loopt al te smashen hier. Lekker Darukie. Heerlijk. Oh, kijk Daruk gaan. Die lanceert zichzelf even. Om de brug naar beneden te gooien, denk ik. Yes. Super cool. En dan zijn we hier. De troepen van de vuurtitaan zijn verschenen. Oh, zijn dit jouw troepen? Daruk. Kom eens even helpen, vriend. Hoppakee, gewoon beuken, Daruk. Gewoon beuken. Lekker. En bereiden die handel. Hoppakee. En slaan. Lekker. Kijk, zo zien we dit graag. Lekker beuken. Ik weet alleen niet zo goed wat Link nu nog aan het doen is. Maar oké, daar komen we vast vanzelf wel achter. We kunnen hem weer bereiden en dan kunnen we... Ja, we kunnen hem nu misschien wel finishen. Zwakte plek aanval met Daruk. Daar gaan we. Hoppa. Cats. Lekker. Oké. Die is weg en volgens mij zijn ze allebei weg. Ze zijn allebei gewoon klaar. Oh nee, die andere staat er nog, maar die boeit niet. Daruk zegt, oké, Link, vanaf vandaag ben je mijn kleintje. Ik reken op je kleintje. Ja, ik weet alleen niet waar Linkie is. Link gaat ondertussen al naar level 9. Zo, die gaat keihard, joh. En we krijgen een anti-vuurpanzer ook. Maar de grote vraag is, krijgen we nu ook Varudanya te zien? Want Daruk, die is nu boven op de berg. Die zegt, oh, wow, oh. Oh, zo vet. Dit is zo cool hoe die daar staat in het midden van de lava. Heel cool. Let's get right to it then. Daruk die gaat aan de slag, jongens. I can't wait. Heel cool. Oh, jongens, daar gaan we. Daar gaan we. Varudanya. Hij is wakker. Man. What? Holy crap. Ja, dit zijn wel echt hele toffe dingen, man. Bovenop die berg, als een soort van gigantische vuurdraak. Het is natuurlijk een salamander. Maar oh gosh, dit is heel cool. Moeten we hem nou temmen of besturen we hem nu al? We besturen hem nu al. Ik moet nu gewoon iedereen volgens mij kapot maken of zo. Check deze lavabommen. Waar gaan we naartoe? Moeten we hier naar beneden? Versla de troepen van het monster van de berg des doods. We moeten gewoon dit pad volgen. En we moeten letterlijk iedereen kapot maken. Magma Rain! What? Ja, die gasten zijn geen match voor mij, jongen. Geen match. We kunnen ze ook gewoon pletten. Dat doen we gewoon zo. Bam! Dan moeten we gewoon tussen ze inlopen. Man, 1000 KO's. This is madness. Hierboven staan er nog een paar. Ja, oké. Okay. Doei. En kan je nagaan wat er is gebeurd op het moment dat deze wezens zich tegen de good guys keerden, hè? Dit zijn gewoon echt oorlogswapens, man. 2000 KO's. We vagen alles gewoon weg. Alles vagen we weg voor onze voeten. Ik wil niet veel zeggen, maar ze hebben geen schijn van kans gehad. Oké. Dit ziet er dan uit misschien als een kleine uitdaging. Oké, ik heb nog een ultieme aanval. Die zou ik natuurlijk kunnen doen. Kijk, daar gaan we. Oh my gosh. Even sturen en ze zijn gewoon weg. Het is gewoon allemaal voltooid verleden tijd. Er staat er nu nog eentje naast me. Kijken of we die kunnen pletten. Hoppakee. Daruk zegt, goed als dat. Ik begin de smaak te pakken te krijgen bij het besturen van Rudanya. Ik kan het me voorstellen, vriend. Dat was onverwacht. Maar we hebben het toch gehaald. Hé, natuurlijk. Met die Varudanya erbij. Link krijgt even een oplawaai. Zou die dat willen doen? Ja. Daruk wil wel vaker op Rudanya. Hij is vol vertrouwen ook, die Daruk, hè? Oh, er is nog één ding. Oh, we krijgen te eten van Daruk.
was the cure for that? My favorite prime rock roast. Hey, een mens heeft niet zulke sterke tanden dat hij door steen kan bijten, hè? Oh, wacht. Sorry. How thoughtless of me. I should have brought some for you, tiny. Eet dit gewoon op, Link. Next time, I promise to bring enough for everyone. Oh, wow. Thank you. Nou, lekker vleesie erbij, jongens. Lekker vleesie. Heerlijk vleesie. Willen jullie ook zo'n vleesie? Laat dan een duimpje achter. En zo hebben we Daruk gerekruteerd voor Varudanya, de standvastige Goron. Deze uitverkorene van de Gorons bezit een beschermende kracht die aanvallen af kan weren. Er wordt naar hem opgekeken en hij is de bestuurder van Varudanya. Hij heeft een groot hart dat vol met liefde zit voor zijn thuis, de berg des doods. Dat was hem weer. In de volgende aflevering gaan we door naar de volgende uitverkorene. Doe blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor elke dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me dan op twitch.tv/rickertune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!